De betrokkenheid van de samenleving is zeer belangrijk om het veiligheidsvraagstuk beter aan te pakken. In de Nationale Assemblée is tijdens de behandeling van actuele vraagstukken aandacht gevraagd voor deze kwestie. VHP-parlementariër Henk Afiankooi pleitte voor een structurele aanpak. Hij stelde voor dat er gebruik gemaakt wordt van artikel 31 van het politiehandvest, zodat de samenwerking met de burgerij beter tot stand komt. Veiligheid, meneer de voorzitter, is een totaal pakket. De samenleving moet betrokken worden. Vandaar, mijn collega daar zei al, dat van de reservepolitie. Ik zeg het niet zomaar. Het staat in de politiehandvest artikel 31. Gaat u het lezen? Het staat duidelijk dat de politie, het korps, mag gebruik maken van reservisten. En deze mensen worden opgetraind als je ze beloont. Een kleine begin met 200 mensen. Je geeft ze minimumloon. Dan kunnen ze hun buurten bewaken, zodat de politie dan zich kan bezighouden met een go-business om roadblock en dergelijk. Zet u alles bijeen en laten we het werk doen. Het kan wel. Laat u niet gedemotiveerd worden door wat we zien, want het is erg. Die mensen zijn getraumatiseerd in het leven, maar ik heb wel vertrouwen in mijn mensen. Er zijn al enige tijd geen investeringen gepleegd ten behoeve van onder meer het Korps Politie Suriname. Het ministerie van Justitie en Politie beschikt over cijfers die aangeven dat er vanaf 2014 niet is gewerkt aan capaciteitsversterking. Ook zijn er geen kaderopleidingen gegeven sinds 2010, maar die werden wel opgestart in 2019. Een inhaalslag voor de basisopleiding heeft ook vanaf 2014 tot 2017 niet plaatsgevonden. Dit zei minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie tijdens zijn presentatie over de veiligheidsaanpak. Het niet opleiden en of bijscholen van personeel is een van de redenen waarom het KPS niet in voldoende mate beschikt over manschappen. Volgens de bewindsman is werving belangrijk om een goed functionerende korps te hebben. Het beleid van Juspol is vanaf 2021 gericht op het versterken van het KPS. Vanaf 2021 elk jaar 200 tot 250 politieambtenaren worden er nu opgeleid. We zijn nu weer bezig met een nieuwe opleiding, met een nieuwe lichting. De huidige zwaait af maandag. En er komt een nieuwe lichting binnen, weer van 200 tot 250 recruten.